De keuze gemaakt. Dus er is wel degelijk, er zal een stage zijn, wat korter. Maar we hebben gekozen om in België te blijven. En omdat er een aantal organisatorische zaken waren die wat moeilijk liepen, hebben we die beslissing gepakt. Dat is voor mij, dat is niet voor jullie. Jullie weten al meer dan genoeg. Dus je weet dat de stage niet doorgaat en dat er een andere stage volgt. Dus voilà, meer moeten wij daar niet over communiceren. Hè. Ja, uiteraard. Hè. Het doel blijft hetzelfde. Hè. Dus we gaan niet veranderen. We zitten in een bepaalde periode. We doen die ook snel na de laatste wedstrijd. Dus het kan zeker geen conditionele stage zijn. Het wordt inderdaad de bedoeling van de banden hechter nog te maken binnen het team. En uiteindelijk is in heel deze zaak maar één zaak belangrijk. Hè. Dat is zorg dat er iets is waarbij de groep zich goed kan vinden. Waarbij de groep iets extra's kan creëren. En dat is uiteindelijk het voornaamste. Waar het nu doorgaat in C is dat minder belangrijk. Het belangrijkste is dat we met de groep goed kunnen werken en dat we er beter uitkomen. Dat is de bedoeling. Dat zou kunnen. Non, pour moi, ça ne change pas beaucoup. Tribel is terug ziek geweest deze week, dus heeft terug koorts gehad. We hebben nu nog verder onderzoeken gedaan, veel dieper nog, specialisten betrokken ook erbij en alles blijkt oké te zijn. Hij heeft een bepaald virus, griepvirus dus inderdaad. Er zijn er blijkbaar vier of zo, hebben ze mij gezegd. Hij heeft er één van die vier. Maar uiteindelijk is zijn koorts momenteel terug verdwenen. Hij heeft vandaag toch kunnen meetrainen. Ook al was het een rustige training. Dus als hij morgen geen reactie heeft, dan verwacht ik geen problemen voor zondag. Kums die is ook een dag binnengebleven, net als Theodorczyk, Obradovic en Spajic. Dus er zijn wel wat kleine probleempjes geweest deze week, maar allemaal niet van die aard om, denk ik, problemen te creëren voor het weekend. Dus ik denk, verwacht dat ze allemaal inzetbaar gaan zijn. Ze gaan iets minder trainingsuren achter de rug hebben deze week, maar oké, ik denk dat dat op de laatste week van de competitie niet echt een probleem mag vormen. J'ai déjà répondu la semaine passée, hein. Je ne sais même pas moi-même si on joue à 4 ou si on joue à 3. Hein. Parce que j'entends à gauche, en Flandre, on dit que je joue à 3 et en Wallonie, on dit que je joue à 4. Donc, on est à Bruxelles, donc ça va être quelque chose entre les deux. Hein. Voilà, je crois que j'ai toujours eu la flexibilité dans les systèmes d'évoluer d'un système à un autre, d'évoluer de 3 défenseurs à 4, de 4 à 3. Donc ça a toujours été le cas, même les premières années où je le faisais déjà, donc ça n'a rien changé, je crois. Mais voilà, par moment, on est à 4, par moment, on est à 3. J'espère qu'il n'y aura pas tellement de moments qu'on est à 5, parce que ça, j'aime pas. Mais les moments, ils sont là aussi, hein. Mais ça, c'est pas les bons moments, donc ça, on doit éviter. Mais pour le reste, je crois que voilà, ça n'a pas vraiment à voir avec le système, hein. C'est la philosophie. Et c'est la manière dont on se présente sur le terrain. Ça, c'est le plus important. Quoi que ce soit le système, si cette année, on l'avait déjà fait aussi. Si tu joues avec un faux neuf même, ça peut marcher aussi. Ça a marché contre Celtic, au Standard. Donc voilà, il y a beaucoup d'options, mais ça dépend aussi un peu des joueurs, comment ils exécutent ce qu'ils doivent faire. Et pour le moment, ça va un peu mieux, mais pas encore où on veut être. Tu dis, peu importe le système, mais par contre, il y a une équipe type depuis 2 semaines. C'est vers ça que tu veux... Ben, ça c'est toujours, pour un coach, c'est l'idéal. Hein. Si tu peux continuer à travailler avec la même équipe, tu sais que là, c'est l'idéal pour avoir les automatismes, mais ça dépend de plusieurs choses, naturellement. Un, ceux qui sont sur le terrain, ils doivent vraiment confirmer qu'à ce moment-là, c'est eux qui sont les meilleurs. Peut-être si c'est tout près, entre l'un et l'autre, tu peux encore dire, ok, je continue avec celui-là, même si l'autre, peut-être, il est déjà un peu meilleur. Mais la deuxième chose, c'est aussi
la condition, la forme des joueurs, ça ne sert à rien de maintenir ton dispositif si tu vois qu'un joueur il est complètement vidé, il est plus près. Donc là, il faut changer. Et ça, c'est ce qu'on a fait au début. On avait les matchs européens qui étaient là. On avait des petites blessures, des petits problèmes. Donc là, on a dû changer régulièrement, presque toujours. On a changé 1, 2, parfois 5, 6 positions. Et maintenant, ces derniers temps, heureusement, mais je touche du bois, parce que pour le moment, on a eu 5 absents cette semaine. Probablement, ils seront tous là. S'il y a un demain qui dit j'ai une réaction, ben là, déjà, je vais devoir changer de nouveau. Donc, ça a souvent ça a à voir avec ça, la sélection. Bien. Ik denk, ja, maar ik ga niet te veel analyse doen in de pers, maar ik denk dat het voor iedereen duidelijk is, dat wij momenteel offensief beter voor de dag komen dan het geval geweest is, zeker voor nieuwjaar, waar we moeilijker tot scoren kwamen. Nu gaat dat een stuk makkelijker. Aan de andere kant is het na de eerste match op Genk, waar we nog de nul gehouden hebben, is het iedere week toch een vaststelling dat we bijna, ik denk zelfs niet bijna, maar gemiddeld 2 doelpunten per wedstrijd incasseren. En dat is veel. Veel op hoekschoppen, stilstaande fases ook, dat is ook heel veel. Dus dat zijn toch punten waar we moeten werk van maken en waar we ook deze week toch over gesproken hebben en geanalyseerd hebben. En ik heb ook gezegd dat ik heel tevreden ben over de manier waarop wij de match tegen Moeskloen hebben aangevat, de manier waarop wij de match op Waregem hebben aangevat. Maar nu moeten we nog ik ga het geen stabiliteit noemen achterin, maar toch... Het feit dat je zo'n wedstrijd moet kunnen uitspelen zonder terug in de problemen te komen. Dat is het feit. Hè? Ja, we hebben een aantal fouten gemaakt ook. Maar ik zeg het, er zijn, je kunt niet één iemand met de vinger wijzen. Hè. Het zijn verschillende jongens die daarvoor in aanmerking komen. En meestal, en dat is zo bijna altijd bij doelpunten, er worden in voetbal veel fouten gemaakt. Maar meestal worden die dan opgepikt door iemand anders en worden die gecorrigeerd en komt er niks van. En doelpunten zijn meestal een opeenvolging van fouten. 2, 3, soms meerdere. En dat is bij ons ook het geval geweest. Hè. Dus het is vaak niet één fout. Maar dan maken we de verkeerde keuze, stappen we te vroeg uit of zo. Of gaan we met te veel mensen naar de bal. Waardoor dat we andere spelers vrij laten. Dus dat zijn zaken waar we met communicatie al veel kunnen verbeteren. Ja, sowieso. Ja, sowieso, sowieso. Ja, maar ook vorige week ook al. Vorige week ook al, ja, sowieso. We hebben erop gewerkt, ook op training. Dus, maar dat is geen garantie dat eruit gaat natuurlijk. Hè. Maar wij hopen dat er beterschap is. Voor blessures niet. Hè. Ik vind als je schrik hebt voor blessures, ja, dan ga je helemaal af. Hè. Want als je tegen een ploeg ik maak er niet meer van dan het is uiteindelijk. Hè. Ik vind dat Antwerpen is een ploeg die fysiek heel goed voorbereid is. Die graag in het duel speelt. Die daar ook de kwaliteiten voor heeft, denk ik. Maar oké, niet meer dan dat. Hè. Ik zie niet, als ik naar de wedstrijden van Antwerpen kijk, zie ik nu niet een ploeg die over de schreef gaat. Hè. Dat vind ik niet. Oké, soms zijn er overtredingen die een kaart verdienen en die volgen dan meestal ook. Maar als je daar dan schrik hebt om blessures te gaan krijgen, ja, dan ben je niet goed bezig. Want dan ga je overbluft worden. Dus wij zullen ook moeten aanwezig zijn in de duels. En aan de andere kant gaan we het van onze manier ook moeten proberen. Hè. We hebben ook kwaliteiten... waarmee we een tegenstander ook pijn kunnen doen. Dus we gaan ook onze kwaliteiten moeten aanspreken om tegen Antwerpen het verschil te kunnen maken. En als je constant in het duel gaat voetballen, ja, dan ga je een heel zware wedstrijd hebben. Dus we moeten proberen om dingen erin te krijgen waarmee dat we die duels ook kunnen ontwijken. Ja, maar op middenveld heb ik twee mannen die geen schrik hebben van het duel en die ook kopduels durven aangaan zelfs. Dus op middenveld heb ik totaal geen probleem daarmee. Ik zal er natuurlijk naar verwijzen, hè, maar oké, het heeft geen zin om daar een
discours van een half uur over te gaan houden. Hè. Maar ik zal er uiteraard naar verwijzen, naar het feit... Dat heb ik ten andere ook gedaan voor de wedstrijd op Celtic, waar het zijn laatste Europese wedstrijd was. Dus daar heb ik toen ook naar verwezen. En toen hebben de spelers daar heel goed op gereageerd. Ik hoop dat ze dat nu ook zullen doen. Want het zou mooi zijn, moest hij kunnen afsluiten met een overwinning uiteraard. Ja, maar ik moet zeggen dat ik de laatste tijd niet echt te klagen heb over de sfeer van de supporters. Hè. Zowel thuis uit, ook in de momenten dat we 4-0 voorstaan en dan plotseling 4-3 zien terugkomen. Dan vind ik nog altijd dat ze blijven achter de ploeg staan. Dus de mensen hebben al veel meegemaakt, moet ik zeggen. En ik vind dat ze de laatste tijd wat positief zijn. Laat ons hopen dat ze die lijn doortrekken en dat we alsmaar meer dat publiek horen en als... backup voelen ook tijdens de match. En als ik goed heb, zijn er twee spelers binnenkort van de Jan en Theo. Misschien niet in de opstelling, maar is er iets voor de waarschuwing? Nee. Ik ga het misschien wel zeggen, maar ik ga ervoor niet laten van ze op te stellen. Hè, want het is altijd, als je zoiets doet, dan achtervolgt het u ergens wel. Hè. Dan moet je ze misschien inbrengen op een bepaald moment, omdat je in miserie zit. En dan pakken ze toch heel in die 10 minuten als inkomen. Dus ik vind dat je moet de zaken pakken zoals ze zijn. Voilà. Het is jammer dat Theo zijn gele kaart pakt om een bal weg te trappen vorige week. Hè. Anders was hij niet geladen vandaag of zondag. Leander is al een paar weken nu met 4 kaarten aan het rondlopen. Dus... ja, ik zeg op die laatste speeldag kan er van al. Je kan ook een rode kaart pakken en dan ook matchen missen in de play-offs. Dus dat speelt niet meer voor mij. In zijn supreme gestion de résultat, est-ce que c'est aussi une partie mentale? Je crois que dans le foot, c'est tout. Hein. C'est pas que le mental, c'est pas la qualité de jeu, ce n'est pas la condition physique. Je crois que c'est un mélange de tout. Hein. Donc il y aura certainement aussi le mental dans les séries qu'on a fait. On a fait des séries de 3 matchs de victoire, on a fait des séries de 7-8 matchs sans défaite. Mais voilà, on a aussi fait 2 défaites de suite. On a aussi, voilà, ça c'est toute la saison à peu près la même chose. Donc espérons maintenant qu'on peut continuer. On a fait maintenant 2 victoires de suite. Si on peut ajouter une troisième juste avant le début des playoffs, ce serait bien. Comme ça, on démarre dans les playoffs avec un 9-9. Ce serait quand même un spiral positif pour prendre avec nous vers les playoffs. Est-ce que au stade justement tu vas bosser là-dessus, sur ce mental? On va faire différentes choses. Ils doivent je vais essayer de les sortir de temps en temps de leur zone de confort pour se connaître mieux. Parce que maintenant ils se connaissent sur le terrain, c'est tout à fait autre chose. Donc on va organiser autre chose pour un peu les sortir de ce qu'ils sont habitués, pour voir comment ils vont réagir et comment ils vont s'aider. Parce que moi, je travaille à ce moment-là toujours en petites équipes qui doivent se battre entre eux pour une compétition entre eux. Et là, tu vois qu'ils veulent aller à fond, donc ils veulent sortir le maximum d'eux-mêmes et de leurs collègues. Et ça, c'est le but pour finalement revenir avec un groupe qui est plus soudé, qui se connaît beaucoup mieux... Et ça peut que aider dans la tâche difficile qu'on aura dans les playoffs. Ja, dat gaat een stuk makkelijker. Ja. Dat is een zone die ik ken. Dus ik ken er alles. En wat dat betreft is het voor mij al duidelijk wat er gaat gebeuren. Het is niet de eerste keer. Dus. Mij maakt het niet uit. Als ik eerlijk moet zeggen, moet ik zeggen KV Kortrijk. Hè. En jullie weten wel waarom wellicht. Als ze dat in Kortrijk... als ik een antwoord moet geven op die vraag... Als ik een andere ploeg antwoord dan KV Kortrijk... Ja, dan gaan er een paar in Kortrijk niet content zijn. Daar zitten er hopelijk nu morgen 9000 voor hen. Die 9000 gaan wel begrijpen waarom dat ik zeg KV Kortrijk. On verra. Je n'ai pas encore décidé parce que la décision est très très fraîche. Très fraîche. Donc je n'ai pas encore eu le temps pour vraiment mettre tout en place. Ok, merci beaucoup. Thank you, Ben.